Action. Goed, die aan en de rest staat al aan. Nog wel eventjes AFB aanzetten. Ja, want we zijn live. Zo. We rijden met een flextrein. Beetje erg groen. Vol in de zon. Zeer fraai. Oorspronkelijk was dit met een MRC, maar ik had zoiets met wat. Laten we eens kijken. Zo, die kwam even hard binnen. Holy crap. En er is een. Heerlijk. Maar ik had zoiets van, weet je wat, als we dan toch flikstrain doen, waarom dan niet gewoon in combinatie met een eigen repaint? Ja, ik moet zeggen dat het natuurlijk best vrij gelukt is, al zeg ik het zelf. En de wagen is het natuurlijk. Volgens mij is dit de huidige kleurstelling. Ah, ik vind het wel mooi zo. We hebben er 7 stuk bij ons. Helemaal vrij. Ja, ik weet alleen niet zeker of dit nou de versie van Chris Trains is. Of de Train Team Berlin. Train Team Berlin. Zeer duidelijk. Kwaliteit is er ook na, dus ja. Wij zijn in Mischendorf. Aan Berlin-Wannsee. Oké. Volgens mij moet je dan eigenlijk. Nee, niet per definitie. Ja, roken doet het in ieder geval wel heel goed. De originele trein. Tenminste, de originele lok. De Railjet. Is te verkrijgen bij Air Astra zelf. En dat is meteen ook een primeur. Nou, primeur is het niet, maar. Die is tegenwoordig naast elkaar bij 3DTech en Aerosoft en Jazz Trains en ST. Is nu ook bij de makers zelf te verkrijgen. Railworks-Astra.at. Daar is de Railjet is volledig. En de 1216 te verkrijgen. Al berekenen, als je de 1216 zou willen, dan moet je ook de Railjet zelf hebben. Dat overigens niet op de pagina vermeld, trouwens. De hele add-on is pak een beetje. Net geen 40 euro, geloof ik. Maar als je kijkt wat erin zit, is wel echt heel gigantisch veel. Bijna elke versie van de Railjet zat er eigenlijk wel in. Op die tijd. Araceli is ook een variant, maar niet te vergelijken. Qua kwaliteit bedoel ik dan. En functionaliteit. Ah, het is Mensch und Katze. Dat is het dus. Ik zat te denken, hoe de heck, wie is dat? Maar nou snap ik hem. Nee, zowel die van DTG als die van Arslo raad ik inderdaad niet zo snel aan. Leuk voor de AI hoor, van Dani. Maar als je er echt iets mee wil rijden. Sowieso deze, wacht even. Ik ben er één ding vergeten aan te passen. Waar de fuck staat dat ding? Welke zat hij ook alweer? Nee. Die... Eingabe. Die moet ik hebben. Dank je. Laat dus daar rijden wij dus als ledig materieel naar Berlin-Zuidkreuz. Die hebben daar nog een 185 voorbij komen. En daarna zullen we verder rijden naar Berlin-Hauptbahnhof. Totaal 4, ja, goede 40 kilometertjes. Verder zal deze trein doorrijden dan vanuit Berlin-Zuidkreuz naar Hamburg-Hauptbahnhof. Maximaal 200 km per uur. 204 meter lang. 445 tonnen zwaar.
Ja, klopt dat Manchunik had al gezegd, inderdaad. De Hachelet 1819 is eigenlijk een beetje een opvolger van deze met alvast een casco voor de Vectron. Dus eigenlijk een beetje de tussenliggende versie ervan. En om precies te zijn is dat eigenlijk een 1216. Omdat een 1116 natuurlijk niet geschikt is voor gelijkstroom. En een 1216 die kan alle systemen aan. En de Hachelet 18 en 19, ja, dat is eigenlijk alleen maar weer juist gelijkstroom. Ga je toch volgen? De sporen hier aan de linkerkant die gaan richting Potsdam. Ja, precies. Wij slaan rechtsaf richting Schöneveld. Oh, hoe lang moeten we nog 40 rijden? Oh, kijk, daar we go. Ja, nou ja, het is geen soort, het is gewoon zo. Dit is in feite een doorontwikkeling inderdaad op 189. Deze is uiteindelijk doorontwikkeld naar een Vectron. En daartussen heeft zeg maar dan die Hachelet 18 gezeten. In Spanje of Portugal rijdt trouwens een vergelijkbare variant van de Hachelet 18. Mischendorf Zarmund. We zien daar ook nog een spoor vanuit links komen, die komt uit Potsdam. Dat betekent dat we zometeen ook op de buitenste ring van Berlijn aankomen. Oh, de CP, Portugese dus. Ah, precies. Links toe. Ik moet eerlijk ook wel zeggen dat ik wel benieuwd naar ben wat de maker van deze route, Third Short Tracks, tevens de maker van Binster Bremen, tevens de maker van de Heart of Berlin, tevens de maker van de Ring of Berlijn, wat hij nog verder in de planning heeft staan, eerlijk gezegd. Ik hoop stiekem nog dat hij een keer een normaal, in ieder geval geen S-baan route meer maakt. Maar gewoon weer eens een normaal baanvlak. Bijvoorbeeld van, laten we zeggen, de stadsbaan van Berlijn. Dus hier zoologische kaart, nou Charlottenburg zoologische kaart, en die moet even rekening houden. Zoologische kaart, dan Hauptbahnhof, Ostbahnhof. En dan zo door bijvoorbeeld richting Frankfurt aan de Oder. Dat zou ik wel heel erg vet vinden. Oh ja, alleen welke bedoel je dan precies, Joran? Via de snelvaartstrek of via Maartenburg? Zou wel een leuk idee zijn trouwens voor de Berlijner. En trouwens ook een zeer goede avond en welkom. Ja, dat is een beetje het vervelende, ze rijden beide. Ligt eraan, toen ik naar Berlijn ging, gingen we via Maartenburg. Omdat, hoe heet dat, snelvaartstrek op dat moment uit lag. Stiekem hoop ik eigenlijk meer gewoon via de Maartenburg. Daar kan je net iets meer mee, denk ik.
Maar ja, we zullen zien. Ik zou wel vet zijn, inderdaad. Sluit ik dan weer mooi aan op de route vanuit Bremen. Bremenhaven, dan Bremen en dan Hannover. Kan wel mooi zijn. Ook motorhuis bij 120. Laten we dat dan ook zeker even doen. Ziva. Ik weet niet of het om en om is. Volgens mij is het alleen maar als er bouwarbeiden zijn. Oh ja. Ja, ik weet welke je bedoelt inderdaad. Dat zou ook al echt vet zijn inderdaad. Sowieso kijken we wel heel erg uit nog naar überhaupt routes in Duitsland. Oh, dat sowieso. Wat hebben we hier? Een 185 van TX Logistics. Een klein stukje en dan moeten we zo meteen gaan afremmen, denk ik, naar 80 of 60. Eventjes de sein in de gaten houden. Actionsperre ook. Een zeer goede avond en dat is licht gekomen. Ah, volgens mij krijgen we een ICE4. Wacht je of zo niet? Ook sowieso nog een goede avond aan de mensen die op YouTube aan het kijken zijn. Welkom natuurlijk. I have no idea what it is. I think I need to update the IC4. Yes. Beetje te enthousiast afgeremd, maar dat maakt niet uit. Het is toch ledig materiaal, als dat scheelt. Oh, nice. Welke route, Kelvin? Ik heb nog nooit in een ICE4 gezeten. Ik brouw nog nooit echt in een ICE, dus ik kan daar niet echt over meepraten. Oh, zo. Ik ben benieuwd. Dan gaan we hier naar links toe. En vervolgens nog een keer naar links te gaan.
Als we rechtdoor zijn gegaan, dan gingen we richting Schönefeld, Boekhaven. Of Brandenburg, Boekhaven, BER. Ik zal eens even kijken, want ik kwam gisteren nog een interessante video tegen. Ja, ik bevestig die seintjes maar gewoon. Ik word altijd een dingetje. Even kijken. Ik zat gisteren nog een video te kijken en ik zit even kijken of ik die link nog kan vinden. Ja, die heb ik hier nog. En het is toevallig omdat we nou ook hier overheen rijden. Die moet ik hebben. Ik zal hem ook even linken. Dat is een soort cabinerit. Wel een stukje geknipt, maar dat maakt even niet uit. Van Leipzig naar Berlin-Ostbahnhof. Hauptbahnhof was toen nog geen ding. En je moet, als je een uurtje vrij hebt of zo, over de tijd hebt, moet je van de grap eens die video bekijken. En dat is eigenlijk, om een idee te geven, dat is deze route. Hoogsneel hebben we hier ook. Eigenlijk heel dit traject vanaf hier. Helemaal via dit. Hallo. Ja, komt u maar. Via hier, helemaal naar richting Schönefeld, kan je dat nog zien. En ja, dat andere stuk, dat zit niet in deze route. Maar ik moet die video maar eens voor de grap eens kijken. Ik had het een paar jaar geleden al een keer gezien. Maar nou, ook omdat ik deze route ook vaker heb gereden, is het wel echt vet om dan te zien en ook al die dingen te herkennen. En als je ziet in 1992 hoe dat spoor erbij lag. Bizar. En dan ook te bedenken dat ze daar gewoon met een gangetje van 200 rijden of zo. En dat is precies de reden waarom ik die seintjes gewoon bevestig. Ik vond het zo interessant, die video. Ik hou er sowieso wel van, beetje dat die periode. Hoe lang het nog gaat duren voor deze E3 Neo in Nederland? Is Frankfurt nog? Geen idee. Ja, dat is de overgangsperiode, was toen net aan de deur. Ja, op sommige stukken niet, nee. Ja, het is een beetje stilletjes er rond. Volgens mij is er eentje ergens in Duitsland aan het rondrijden. Ik weet niet precies hoe en wat, maar... BS, Berlin-Südkreuz. Als we rechts gaan, dan gaan we naar Leipzig. Of richting Leipzig. Nee, dat meen je niet. Dat zou ook meteen weer de graf van de eeuw zijn. Ja, die... Nou, je zegt inderdaad, de lok houden, hoor ik helemaal niks van. Maar goed, ik denk dat je daar nog wel met de Vectrons voorlopig af kan. Want ik ga ervan uit dat die dingen gewoon compatible gaan zijn. Dus de mag ik hopen. Volgens mij ook, ja. Zo, even gas op die lolly. En ik ga zelf ook even wat gas geven met een blikje met koele, koude inhoud. Honderd, 200. Let's go. Cheers, everyone.
Ja, dat viel mij ook al op inderdaad. YouTube klopt wat dat betreft echt behoorlijk strak in vergelijking met de rest. Even lekker gas. Tractie erop. Aan de rechterkant hebben we nog rangeerbaan of grootsleren. Hoe je het uitspreekt. Van een takherrie. Was dat niet Real Adventure? De 182 of 183, welke is het volgens mij 183 thuis? Pak hem dan. Pak hem dan ook. Goed zo. Mr. Edwin Aas. Goedenavond Rob en chat. Dat. Een zeer goede avond en welkom. Wel, dankjewel voor de 100 frankertjes. Hey, S-baan. Maar is dat de S25, als ik me niet vergis. Ik vind het vreemd dat de LCB er nou al uit zit. Ik denk dat hier gewoon nog LCB ligt. Hai, maakt niet uit. Detail. Rekening houden dat we daar de 140 moeten. Ik hoorde trouwens ook dat er plannen zijn voor 2025 en ze zijn er geloof ik alweer bezig om over een paar kilometer komen wij bij een punt waar je de twee flyovers ziet, of ja, eigenlijk één flyover. De bedoeling is dat daar een spoorlijn op komt te liggen die rechtstreeks, nou ja, bijna rechtstreeks naar Schönefeld Flughafen gaat. En daarmee snij je dus heel dit stuk af. Dus heb je toch weer een grotere tijdswinst. Ik zal dadelijk als we daarbij komen nog eens een keer extra melden. Ik was van plan om binnenkort een laptop te kopen met een 3050. Nou, als ik heel erg ben, TS op een laptop is sowieso niet heel erg aan te raden. Het kan, maar niet optimaal. Maar een 3050 moet je denken ongeveer een generatie lager. Omdat het laptop is, dus dat is ongeveer een 2050. Kan prima, alles boven een normale 10-serie kaart. Dus een 1060 of een 1070 is prima zat. Als je een PC kan kopen, zou ik zeggen, koop een PC dan. Maar als je heel veel onderweg bent, en, ja, dan snap ik wel waarom je een laptop zou nemen. Even kijken, wat geef jij aan? 60. Ja, 1660 is ook prima. Ja, inderdaad. Ja, precies. Zelf heb ik met 1070 in mijn stream PC gedaan. En, ja. Works fine.
Ja, precies. Hier zie je die flyovers die ik bedoel. Ik zal even laten zien. Deze flyovers waar nog niks op ligt. Naar die kant. Dat is de die ik bedoelde. Deze flyovers die gaan binnenkort, of ja, zijn ze nu mee bezig om deze door te trekken. Aan te sluiten. En die gaan dan bedoeld worden om rechtstreeks naar Schönefeld Flughaven te gaan. Al die internationale treinen die hoeven dan niet meer via Grossenbeeren door heel die loop en zo te gaan. Wat uiteindelijk dus weer een tijdswinst is. Als je Google Maps ziet, dan zie je dat traject ook wel enigszins al als ze ermee bezig zijn. Nou, het belangrijkste is met een processor is dat je vooral een hoge single core kloksnelheid hebt. Omdat TS nog altijd in principe maar op 2 cores draait. Dus dan is een hogere kloksnelheid altijd beter. Het aantal cores maakt voor deze game echt geen rol uit. Ja, ik dacht dat het maar 2 waren, maar nou begin ik een beetje te twijfelen. Nog 4? Nee, goed, als je een beetje een fatsoenlijke processor hebt, dan heb je tegenwoordig wel, ja, heel snel toch wel richting de 4 GHz en dan zit je eigenlijk al wel heel snel prima. Alles onder 3 zou ik niet snel pakken, maar 3,5-4 is eigenlijk gewoon prima. Ja, precies, oké. Ja, laten we het open. Aan de rechterkant hebben we nog de spoor. Nee, er zijn nog niet een stukje verder. Nevermind. Ja, precies. Nou ja, voor jou snap ik het nog, maar inderdaad. Zien dat je van een 1070 Ti afkomt. Dus dan is het echt wel de moeite, inderdaad. Voor mij zou het nu niet interessant zijn, omdat ik een 3060 Ti heb. Eens de grote bottleneck wat ik merk is gewoon de videogeheugen. Maar ik las laatst al dat er heel veel mensen daar wel een beetje aan zitten te hikken. Zo, Berlin Südkreuz. Inderdaad, naar Hamburg Hauptbahnhof. Oh, 3090 Ti is helemaal al prima. Zo. Bol. Dankje. De KI-versie. Moet maar herinneren of denken aan april vorig jaar. Toen ik hier was. Alweer bijna een jaar geleden is. Niet te veel over nadenken. Oh, we mogen weer verder. Zo snel dan? Wauw. Zifa. 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 Ja. Warm, ik ook meteen maar even aanzetten voor de mensen. Wat uit. Nou ja, ik heb toen de tijd, en dat is ondertussen bijna denk 2 jaar geleden denk. Heb ik mijn 3060 Ti toen voor bijna, ja, net geen 1000 euro gekocht. Achteraf denk ik mijn eigen. Ja. Dus ja, dank je. Dank je, dank je, dank je. Vielen dank. Goed, maximaal 60.
rijdt daar nog eentje achter in verstopt. Even afwachten dat zij niet voordoet of dat voor ons is of niet. En anders trekken we gewoon op naar 120. En dat hij voor ons is. Ik had bijna zeker gezien dat er rechts nog eentje op groen staat. Oh, oké, okay, ook goed. Maar goed dat ik nog niet op opgetrokken naar 120. Rechts hebben we nog een aansluiting naar het oude Altebaanhof. Tegenwoordig bekend als het Tech Museum. Ja, ik zelf nog helaas nog nooit er geweest ben, maar wel de planning heb staan om een keer naar te doen. 120, daar wij. Next station Berlin Hauptbahnhof. Heel sporadisch, denk ik. Ja, Leerterbaanhof, dat was volgens mij ook net andersom. Die lag Noord-Zuid volgens mij. Dat was toen ook een kopstation volgens mij. Potsdamer Platz. Wat grappig, ik was toen in april hier in Berlijn. En op een gegeven moment stonden wij te wachten op onze Eurocity naar Praag. Ook al gingen we niet naar Praag, maar we hadden zoiets van... Waarom ook niet eventjes tot Zuidkruis met dat ding mee rijden? Zo gezegd, zo gedaan. Ik vond het wel lachen. En we stonden te wachten en er kwam er dus ook een railjet voorbij gereden. Met sledig materiaal. Dat ging ook even op met een gangetje volgens mij van 80 of zo. Dat was wel lachen. Welkom op het, welkom op het spoorkathedraal van Berlijn, oftewel Hauptbahnhof. Daar is toch wel een imposant station. Ben ik blij dat ik hier onder de 40 zat. Echt. Nice. Ja, dat was toevallig die dag, ja. Dat klopt. Nou ja, dat was de dag ervoor inderdaad, maar... Klopt. Nee, dat was die dag. Ja, een dag voor. Een dag daarna was ik in Berlijn inderdaad, ja. Dat klopt. Dat was op...
Koningsdag was dat volgens mij. Oh, die mag zijn rem nog eens een keer lossen. Goeiedag. Wacht, wat was dat? Goed zo. Zeer mooi. Ja, dat denk ik wel. De rest is hier vrij rustig voor een spits. 8 uur is vanmorgens. Nog een IC, denk een. Oh, een IC. Doei doei. Dus eentje van Trein Team Berlin, zo te zien. Naar de kwaliteit. Prima voor de AI. Ja. Wat klopt nog, ja. Zo. En wil je zelf ook met deze lok rijden, dat kan, check even Dutch Sims. Dat ding is helemaal zelf gemaakt. En de rijtuigen vind je op RealSim.de. Repaint trouwens ook, dat is het enige download die ik ook op RealSim.de heb staan. In dit pakket vind je ook de Audi versie en de Tactical Service. Het idee was dat om nog ooit verder uit te breien, maar ja. Nooit echt het idee gehad om dat te doen. Oh, zeker, niks mis mee. Het enige wat ik alleen misschien wel iets heb, dat ik denk van ja. Misschien is het groen iets te groen geworden. Maar ja, volgens mij zijn ze het echt ook best wel groen. Huh? En 145. Ik dacht even dat het een 101 was. Dat zijn best leuke dingen, dit zijn op het PIMDZ variant. Hardtijd. Lastig. Ja, Kofi Alburg. Njong. Kan gewoon. Ook nooit geweten dat Hamburg 0 kilometer verder lag, maar. Detail. Een doos komt binnenvallen. Ben je dat 2 uur over tussen bij Hamburg en Hamburg en Berlijn, ja? In het gaat deze naar Hamburg, ja. Ja, oké, okay, ver en af. Tegenwoordig ziet het er hier ook iets anders uit, want dan heb je hier rechts een S-baan liggen. En ligt hier ook een extra flyovers en zo. En dat soort geinigheid. Wij gaan in ieder geval richting Spendau. Als we rechts gaan, dan gaan we richting de Zoenbrugge.
En welkom in de leeftigheid, want ja, hier staat gewoon helemaal niks. Wel een S-baan. Nee, zo geschreven. Ja, ja, we weten het nu wel. Shut the heck up. Trouwens. Als je het nog niet wist, hè? Zie, ik zie niks. Goed, wil je dus nou zelf ook rijden? Check even de spreadsheet. Dit is geen hamburger. Nee! Je zou bijna denken dat...